Hey allemaal, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Planet Craft. Vandaag geen grind video, vandaag geen alien uitleg video. Vandaag ben ik samen met een Romeinse soldaat genaamd Renzo. Jazeker. En wij staan hier, Renzo, op het prachtige Texas. Mooie Texas. En het is ook letterlijk van jou, zie ik. Klopt. Holy shit. Misschien wel een van de grootste landen tot nu toe gekocht, samen met Argentinië, Mexico en Himalaya. En ja, dus van jullie. Wat het leuke is, jullie hebben nog veel meer. Mexico zit hiernaast, hieronder eigenlijk, en dat is ook van jullie. Ik heb het idee dat jullie misschien wel de Verenigde Staten gaan creëren uiteindelijk. Ja, kijk, we willen zeg maar ook over de Noord-Amerika, zeg maar, zijn we nu een beetje aan het kijken. Ja, precies. En proberen we rustig op te bouwen. Dat snap ik. Misschien even een korte uitleg. Hoe zijn jullie hier gekomen op dit deel van de server? Wat voor soort groep zijn jullie? Met hoeveel zijn jullie? Doe even een korte uitleg van jezelf en dan van het team. Ja, precies. Nou, ikzelf dus, ja, ben dus de leider van Team United. We hadden eerst in Europa Griekenland en Tsjechië en alles. En toen kregen we van jou uitdaging, de kans om naar de Amerika-server te trekken. Ja, iets eerder inderdaad, maar je moest alle credits wel betalen en dat is ook heel snel gelukt. Ja, precies, precies. Ja, en daar Mexico dan. En dat werd dan Mexico en daar sta je dan. En vervolgens zag ik echt in 2 dagen... fucking veel mensen toegevoegd worden op het land. Ja, klopt. Ja, we hadden 4 landen, dus ja. Ja, jullie begonnen met minen en met bouwen en met weet ik veel wat allemaal. Eigenlijk jullie in Argentinië pakken dat gelijk heel erg goed op. Al heel veel gebeurt hier, van oorlogen met 40 man tot aan eigenlijk in Mexico, wat jullie, ik noem het maar een beetje, een traditionele staat hebben opgebouwd. Ook hebben jullie, omdat jullie een groot team zijn, heb ik jullie een eigen setje gegund. Tegen de tijd dat deze video online is, hebben jullie hem waarschijnlijk ook al. Melissa dropt daarom nu waarschijnlijk even een mooi plaatje van de setjes, de landen die gekozen zijn daarvoor. Ja, prachtig. Jullie hebben nog geen United vlag of zo, maar ik denk... Nou, we hebben wel, kan ik je straks even laten zien in Mexico, hebben we wel iets wat moois, hoor. Ja, want we staan nu, zijn we op de grens? Waar zijn we precies? Dit is Texas nog. Dit is inderdaad Texas hier. Je kan het eigenlijk vergelijken. Je hebt de Oakkant, de Oakwoodkant en de Spruce-kant. Texas bouwen we vooral met spruce, omdat dat nogal een droog land is. Ik zie het inderdaad, ja. En daar heb je... Ja. Normaal, we hebben het zo gedaan. Ook. Maar waar zijn we, zeg maar, voor mijn gevoel? Is dit... Je bent op dit moment aan de onderkant van Texas, zeg maar. Ik weet niet waar je nu bent. Ik zit bij jullie bomenfarm. Oh, precies, kom ik eraan. Dan, wacht hoor. Ja, hier, als je even mee volgt. Ja hoor, ik vlieg achter jou aan. Als je controle ingedrukt hebt, ga je nog veel sneller. Dat is wel handig. Ja, doe ik. Texas is heel groot, hè? Ja, dat is... Ik heb me laten vertellen dat het grootste land is wat de speler bezit. Ja, het zou maar zo kunnen op dit moment. Kijk, hier is Florida. Dan kan je een beetje begrijpen welke kant je nu zit. Ja, precies. Dit is al... Oké. Okay. Hier hebben we allemaal 3 dubbele muren gemaakt blijkbaar hier. Wat gaan we hier doen? Nou, dit is onze uiteindelijke muur. Dit wordt opgevuld hoor. Maar dit is onze uiteindelijke muur. Maar ja, omdat je nogal veel mensen hebt die heel erg houden van in je land komen, hebben we eerst een kobbelmuurtje. Ja, want... Nou gaan we nu de muur opbouwen. Precies, want het is volgens mij dus zo dat Florida, dat was het land waar... Ach, problemen, ze spelen het gewoon leuk. Maar dat daar is wel oorlog mee geweest, hè, met die mensen. Jazeker, die zijn toen we Mexico hadden, toen we nog geen muur hadden, waar we mee bezig waren, zijn ze ons elke dag met 7 man gekomen. Zo. En dan begonnen ze ons constant te killen en te doen. Nou, op een duur waren wij het zat. En toen zijn wij op een avondje naar Florida gegaan met heel ons team, dus rond de 40... Man. Ik heb het op Twitter gezien en ik vond het hilarisch. Ik denk, kijk, zo hoor je Planet Craft te spelen. Want zij precies. Deden het ook goed. Ik bedoel, op aanpakken waar iemand zwak is, right? Dat was gewoon super. Alleen ze hadden denk ik niet helemaal door dat jullie wel echt een heel groot land hadden. Wat is dit? Wat is de bedoeling? Ik ga weer even terug naar het beginkasteeltje trouwens, waar we net waren. Ja, dit is Mexico en dan is Free World en Texas. Aangezien het van jullie beide is, gaat dit... Gaan jullie daar nog iets mee doen? Of is dit meer... Dat kan ik. Ik denk als ik dat uitleg dat het wel heel vet is inderdaad. Nou, kom maar naar het kasteeltje waar we net starten. Daar ben ik. Oh, hallo. Ja, leg het eens even kort uit. Want wij kunnen natuurlijk samen met staf kunnen we een beetje helpen met bruggen bouwen en dat soort dingen. Wat zijn jullie van plan? Wij zijn van plan een grote hang/kettingbrug. Mm-hmm. Van hieraf, zo hangend, zo helemaal zo naar hier te maken. Want hier hebben we ook een ingang gemaakt van Mexico. En dan kunnen we, en dan op de poortjes adden we onze mensen. Ja. Als er iets is op Mexico en we moeten van Mexico vluchten gaan naar Texas, of andersom.
Dit doet me echt... Het heeft een beetje Kingdom vibes, man. Hoe jullie hier... als je hier zo staat... Stel je voor dat dit land niet van jullie was, maar van een ander. Zou ik echt geen zin hebben om daar omhoog te moeten. Zo. Nee, maar ook echt gewoon niet. Maar blijft dan de rivier wel een soort van doorgang voor andere mensen? Of gaan jullie dat ook afsluiten nog ergens? Nou, kijk, als we even hierheen gaan... Ja? Dan hebben we hier inderdaad de rivier. Nou goed, wij hebben hem hier wel even stopgezet. Puur om, ja, dan kunnen mensen niet zomaar ons land binnen. Nee, precies. Maar als je helemaal hier naartoe gaat, is het wel heel vet wat ik zou willen doen eigenlijk. Oh ja, links is Mexico en rechts is Texas. Ja, precies. Juist. Helemaal eventjes naar de andere kant. Het is echt groot trouwens dit. Jezus. We hebben een hele grote mesa biome alles. Ja, Texas is natuurlijk van... Oh, daar wil ik even in. Ik vind het een van de mooiste stukken van de server. Ik ben even die mesa biome in. Oh, alsjeblieft, hak het niet helemaal uit. Ik zou het zo zonde vinden. We hebben er plannen voor. Oké, ja, dat is echt wild. Ik kan je best vertellen, wat wij willen doen is echt van die oakwood huisjes gaan erin bouwen. Ja. En ook overal bruggetjes heen naartoe. Ja. Dus dat je echt zo randbruggetjes, weet je wel. Ik vind het echt heel erg vet inderdaad. Ja, ja, ja. En hier hebben wij dus die rivierbak overal. Ik kom eraan. TP en zo. Ja. Oh ja, precies. En die heb je hier afgeschermd en daar ga je nog iets mee doen. Tijdelijk. Oké, dat is wel... Ja, dit wordt zeg maar een ingang, want hier is dus Mexico, want dit stuk is ook Mexico. Ja, hoe ver is het, denk je... Is dit al dat puntje? Is dit dit is het puntje. Die lange Californië schiereiland? Ja, precies. Okay. Dat wordt onze grote haven. Dit hele stuk hier? Ja. Ja, dan zou ik zeggen, ga maar vast wat uitgraven, want dit is... Klopt, maar er zijn veel dingen die lopen natuurlijk, dus ja. God, het Schiereiland is lang, jongen. Ik ken landen die 5 keer zo klein zijn als dit. Ja, precies, ja. Het is niet dat wij landtekort komen. Lijkt wel een beetje op een soort van Manhattan of zo, van New York. Echt zo'n compleet ding. Goed, ik zet mijn flyspeed ietsje hoger, want ik wil even weer terug met jou helemaal naar het begin. Waar we begonnen. Ja, precies. Hoppakee. Moet je TP'en of ben je er al? Ja, mag TP, dat is misschien sneller. Hoppakee. Precies. Top. Zet mijn flyspeed er even wat lager. Ik vind het super vet. Zeker dat mensen 2 grote landen naast elkaar hebben. Bij Europa zie je het gebeuren, waarbij mensen echt... eigenlijk Europa is in 2 kampen verdeeld momenteel. Je ziet dat Argentinië samen met Chili werkt. Misschien dat ze het ooit mogen overkopen, wie weet. Ja, en jullie, daarbij ook hoor. Ja, en jullie zijn nou dus met Mexico en dan Texas. Zijn er al, en ja, je kan wel zeggen, gaan we niet zeggen, want dan gaan mensen het wegjatten, maar die dingen zijn duur. Zijn er plannen om het nog verder uit te breiden in de States? Ja, zoals ik al zeg, het Noord-Amerika gedeelte. Bedoel, we hebben een Florida. Ja. En dan heb je daarnaast nog Colorado. Washington is ook heel groot. Maar is Florida, is dat dan ik sta bij de poort van Mexico trouwens. Is dat de eerste wat je gaat proberen te kopen? Of... Nou ja, kijk, het ding is ook, we moeten eerst zorgen dat we Texas afbetaald hebben. Ja, dat is En als dat gebeurd is, dat nog wel een hele klus is, dan wil ik wel gaan kijken van, hey, kunnen wij misschien naar een Colorado trekken? Ja, precies. We staan nou midden in... In Mexico. En dit is het land waar jullie begonnen zijn en ook het meeste inmiddels al gebouwd hebben. Ik vind dit heel grappig, want jullie zijn hier als eerste mee. En op het moment dat ik het nou in de video zeg, gaan heel veel mensen het waarschijnlijk ook doen. Maar er zullen toernooien gehouden worden in Medieval. Maar dat hoort natuurlijk wel een beetje bij de sfeer. Dat zijn wij ook van plan, ja. Ja, die worden dus ook vanuit de server georganiseerd. Waarschijnlijk door de Kyrianen of de Grim. Met hele, hele, hele dikke vette prijzen. Van credits tot aan one-of-a-kind setjes, zeg maar. Het enige wat je daarvoor moet doen is... Er worden een paar landen geselecteerd waar dat gehouden gaat worden. En dan moet je inderdaad colosseums en arena's als dit moet je hebben. Maar jullie hebben er al. Nou, we hebben er al een. Ja, ik vind het echt super. Ik vind het echt super. Ja, het werd toen hier ook onderling, zeg maar. Als het met teamleden zitten we ook wel eens soms van... jongens, wie nu elkaar weet te verslaan, mag de volgende oorlog steel setje hebben. Ja, vet hoor. Doen we dan, zeg maar. Een steel setje? Ja, precies. Hoe bedoel je? Omdat ze standaard gewoon een iron hebben of zo? Nou, kijk, we hebben mensen die kunnen niet altijd heel goed omgaan met het steel. Ah. En daarom proberen we het wel goed, want we hebben heel veel oors, maar we willen natuurlijk niet alles in één keer op hebben. Nee, zonde. Zeker niet als je medieval, dan zullen jullie straks 3-4 maanden mee aan de slag moeten. Ik zou nu, alhoewel steel kun je maken, want dat zul je nodig hebben om het te upgraden naar de daadwerkelijke beste PvP gear. Dus het kan wel, maar ja, het is super sneu als mensen constant doodgaan ermee. Want het enige wat je doet is je maakt je tegenstander eigenlijk alleen maar steeds sterker. Ja, klopt. Waar staan wij hier? Dit is een stukje Mexico wat ik er gewoon echt helemaal mooi gelandscaped vind ik het eruit zien. Oeh.
Oh, je hebt de grot gezien? Ik heb een oude boot gevonden. Precies, die hebben wij erin geplaatst. Dus ja, dit is eigenlijk ja, ons kleine haventje, kan je zeg maar noemen. Ja. Met allemaal vissershuisjes. En hoe diep gaat deze grot? Nou, deze grot hadden wij gevonden en we hebben hem gewoon extra uitgegraven. We willen hier allemaal winkeltjes in doen, soms een keer een huisje in doen. Ja. Kijk, hier is bijvoorbeeld al een huisje. Huisje van nou, groentepot. Junior. Ja, ik vind het leuk. We hebben een groentepot en een groentepot junior. Oké, ja, en hij is hier al lekker bezig. Ja, vind ik gewoon gaaf. En dat is sowieso wel iets wat ik me afvraag waar alle spelers uiteindelijk... Bijvoorbeeld op Alaska zie je heel goed dat Duffy zijn spelers zelf huisjes ook laat bouwen, zeg maar. Hoe zit dat hier? Verplicht jij iedereen om naar een soort van hoofdstad te gaan? Of geef jij, omdat landen zo groot zijn, een soort van hertogen, joh, dit stukje is van jou, we verwachten dit en dit? Nou nee, we hebben zeg maar op Mexico heb ik twee leaders aangesteld. Ja. Niels en de Undercover Stitch. Ik ga ondertussen trouwens een klein beetje verder vliegen hoor, want dit is nog steeds de outskirts van Mexico nog maar. Ja, precies. Nee, maar ik heb hun twee heb ik de leadership over Mexico gegeven. Ja. En samen met Erik, oftewel PvP-loggertje. Die is eigenlijk de designer van alles wat er is gebouwd, zo'n beetje. Jongen, ik zit even achter dat Colosseum en hier zit weer een of ander groot standbeeld. En een compleet dorp wat jullie gemaakt hebben hier. Dat dorpje heb ik nog zelf aangeholpen. Overal Mexicaanse vlaggen. En ook wel gaaf dat jullie dus van die looppaden hebben gemaakt, wat heel veel mensen niet doen. Die houden het gewoon zoals het is. Ah, United op de berg gezet, ook heel goed. Ja, dat zei ik dus net. Dat voor ons teamnaam ook een beetje. Want iedereen denkt dat wij Team Mexico zijn, maar dat klopt natuurlijk. Nee, precies. En dan hebben we hier een soort groeven. Daar zijn ook PvP-loggertje en MC Games die staan hier. Oh, waar zijn ze? Oh, ja, ik tp al wel even. Hoppakee, naar mij. Zo, ja. Ah, ja, ze zei al. We gaan even showen. Ja, dat snap ik. Oh, die gozer heeft, die houdt wel van kleurencombinaties, die PvP-loggertje, of niet? Ja, kijk, hij heeft me gezien hoor. Ja, nu is hij blij. Ik zie het. En dan hebben we hier, dit heb ik toevallig in Spectator even bekeken, want het was al veel eerder. Wat is dit? Ah, dit is onze minegroeven. Ja. En we willen zeg maar, hier hebben we dus een soort treinspoor, moet je het zien. Ja. En we willen daar dan een wagonnetje op zetten, puur eigenlijk decoratie. En we willen ook hier allemaal kranen uit gaan zetten en zo. Ja, vet. Er valt mij trouwens iets op, misschien is het jou ook wel opgevallen. Wat? Laten jullie expres alle opaal zitten? We laten alle oors in de bergen. Waarom? Rijkdomshowen. Ja. Ik kan je wel even meenemen naar de kluis. Ja, dat is goed. Ik wil eerst de rest nog even snel bekijken hoor. We hebben hier een soort van farmpje. Overal die paden ook. Ik vind het zo gaaf. Ja, dat is ook het doel wat we gaan doen met Texas hoor. Zodat we overal gelijk kunnen komen met zo'n groot land. Ja. Wat is dit voor gebouwtje? Ja. Dat is leuk om uit te leggen. Dat is ons gildegebouw. Ja. Wij werken met weektaken. Ah, de laatste keer dat ik dat hoorde was op de basisschool. Iemand zei dat gisteren en ik vond hem heel grappig. Ik ook, ik zat erbij. Ja. Nee, maar bij ons is het, we werken zeg maar met weektaken en beroepen. Want als jij iedereen alles maar laat doen, dan gaat het een beetje de mist inlopen. Dus we hebben mensen die miner zijn, bouwer zijn. Mm-hmm. En na wij de taak hebben opgegeven, mogen hun dat hier in de chesten gaan gooien, wat ze hebben gedaan. En dan wij als lead gaan checken van, wat hebben ze gedaan? Dus eigenlijk puur om de activiteit een beetje heel te houden. Ja, ik voorzie een groot probleem. Oh. En dat is dat zodra jullie, ik ga weer vliegen trouwens, ga je mee? Ja, als ik je zie, ja. Dat is zodra jullie deze video online hebben, dat ik de video online heb eigenlijk. Denk ik dat er een enorme toestroom gaat zijn van mensen die zeggen, ik wil wel bij Mexico, want die hebben een shit voor elkaar. Een groot team. Ja. En hoe werkt dat? Heb jij überhaupt nog plek? Want even voor alle duidelijkheid, mensen thuis, Country Info. Dit ziet er heel vol uit. Doe even mee hoor. Kijk daar jongen. Och, je hebt zelf... Nou, we mogen op Mexico hebben we niet super veel plek meer, maar op Texas zoek ik nog veel actieve leden, dus... Ja. Hey, ik was even... Waar ben je op dit moment? Nou, ik heb hier nog een achter iets moois laten zien. Oh, sorry. Ik kom naar jou toe. Nou, ik was even benieuwd naar je zuidgrens. Ik ben bij hoor. Ja, kijk. Hier hebben we een junglegebied. Ook nog. Ja, Mexico is ook al zo'n gigantisch groot land. Ja, dan moet je dit zien. Ja, dit is voor mij een van de eerste dingen die jullie gemaakt hebben, hè? Dit is ons eerste stadje, zeg maar. Maar het gaat nog veel verder door. Ja, en by all means, ik hoop oprecht dat over een 2 jaar... dat je al lang ergens op Texas een of andere raketbasis hebt gedaan. En dat je
misschien wel je eigen planeet hebt of wat dan ook, dat dit er nog steeds staat. Desnoods met een muur eromheen, maar dat gewoon mensen kunnen zien hoe Team United ooit begonnen is. Iets wat je in Mytopia natuurlijk ook ziet, dat sommige gebouwen, ja, dat noemen ze dan cultureel erfgoed, dat dat gewoon blijft bestaan, vind ik gewoon heel erg vet. Ja, precies. Ja, kijk bijvoorbeeld, je hebt ons hoofdgebouw gezien, denk ik, of nog niet? Waar vind ik die? Ik ben er nu naartoe aan het vliegen. Ja, ik zit nu bij iets wat lijkt op het hoekje van Mexico. Oh? Bij een soort van fontein. Ik ben nou... Bij een soort van fontein? Ja, ik zit nou hier. Dit is Mexico, toch? Ja, dit is Mexico. Dit is nog van het stad, van de stad. Een van de steden, zeg maar. Dus dit moet allemaal nog gebouwd worden? Ja, precies. Dus we hebben heel veel projecten lopend. Maar ja, veel mensen zitten natuurlijk met examens en alles, dus ja. Ja, wie zijn jullie buren? Ja, willen we daarover praten? We gaan even kijken wie het zijn. Het is Guatemala. We gaan heel even kijken. Country Info. XL Gamers, Koala Gamer, Gianator, Squeakertje. Oh god. Ja, dat bedoel ik dus. Wat het eigenlijk is. Kijk, Squeaker hoort hier niet bij. Ja, nee. Maar hun hebben hem toegevoegd zodat hij torentjes kan bouwen om in Mexico te komen. Oh, gezellig. Dus wat jullie gedaan hebben is, ik zie het al, jullie hebben je muur gewoon verplaatst. Ja, precies. We hebben het gewoon verplaatst en hoger gemaakt. Natuurlijk wordt hij wel mooi gemaakt, maar ja, dat is de tijdelijke oplossing. Ja. Maar we hebben een soort van vrede nu met Squeaker. Mm-hmm. Want ja, we kunnen wel blijven stoer doen tegen elkaar, maar ja, wat heb je dan uiteindelijk? Hè? Ja, nee, precies. Ja, het mag. Alleen het is wel fucking lame om te doen natuurlijk, om die muurtjes te pakken. En vooral de mensen die lekker in de gilde aan het houthakken zijn, ja, die worden gewoon genakt in hun nek natuurlijk op die manier. Ja, precies. Ga je ook, want jullie gaan voor Noord-Amerika, overduidelijk, hè? Met Texas, hopelijk misschien Florida, Mexico hebben jullie al. Is Midden-Amerika dan ook iets wat jullie ooit ambitiëren? Want dat is wel lastig om dat allemaal bij elkaar te krijgen, al die kleine landjes. Ik weet namelijk dat er wel een aantal mensen al op de inactiviteitslist staan hier, van de landjes. Maar is dit iets wat voor jouw team ook is? Of zeg je, nee, dat is te klein of wat dan ook. Het is gewoon het is wel gaaf als je het hebt, right? Ja, precies. Ja, kijk, ik kijk altijd, qua resources hoef ik niet meer te kijken. Nee. Oh, ja, ondertussen, ga even lekker naar die kluis. Ben je wel benieuwd wat jullie daarvan gebruiken. Dus ja, qua resources hoef ik niet te kijken, want we hebben, Mexico zit bomvol en Texas ook. Ja. En het enige wat voor ons eigenlijk zou helpen is, zeg maar, een tactische positie. Ja. En eigenlijk ook gewoon leden kwijt kunnen, want we hebben op dit moment iets van 35 man hier op Mexico en dan hebben we op Texas iets van 15 na deze video man. Waarschijnlijk nog meer om uit te kiezen, heb ik het idee. Dat hoop ik. Wat vind jij zelf van het land? Ik vind het oprecht een van de mooiste landen die er is qua landscaping en... trouwens, ik moet even naar jou te peien, want ik ben je alweer kwijt. Ja, zo. Qua landscaping vind ik het gewoon gaaf. Je hebt van jungle tot aan woestijn tot aan bergen. Je hebt eigenlijk bijna alles wel hier. En dan heb je Texas ook nog eens een keer met de enigste mesa biome van de hele game. Dat is gewoon precies, vet. Precies. Ik vind het heel erg vet. Ben je bij mij? Ja, ik zit achter jou. Oh. Oh nee, dat is PvP-loggertje. Die moet ik niet hebben. Ja. Renzo moet ik hebben. Ja, oké. Okay. Juist. Nou, dit is ons hoofdgebouw. Right. We hebben zeg maar vergaderruimte boven en alles. En hier is eigenlijk wel het interessante gedeelte. De algemene chest room. Juist. Dan hebben we hier namelijk de kluis. Ja, ik vind het leuk dat heel veel mensen maken er altijd zo'n mooie show van. Ja, met zo'n echte iron deur en zo. Ja, precies. Jezus. Ja, je kan er inmiddels kijk even gewoon, rond zou ik je zeggen. Je kan er inmiddels natuurlijk gewoon bloks van maken als je zou willen. Ja, maar is mooi toch? Maar je hebt zelfs uranium, jongen. Oh, opaal, moet je eens kijken. Oh, daarom dat je het niet allemaal uit de muren haalt. Dit komt alleen maar uit een mine. Mining weektaken. Deze zijn nu leeg omdat we nu naar verplaatst hebben naar het gildegebouw natuurlijk. Oké, en privékisten. Zijn er nog een paar kisten die gaaf zijn? Ik zie hier. Ja, kom maar. Tijmen heeft gewoon zijn eigen setje. Oh, maar dit is van de oorlogen. Oké. Okay. Dus dit zijn geen privékisten, die hebben we hierboven. Oké, okay. Ja. Ik wil niet bij iedereen wat in de ik vooral zou bekijken, kijken natuurlijk hoor, maar ja. Is deze. En dat je de naam wel kent. Stitch! Oh my god, yes. Heeft hij zoveel kisten? Ja. Ik kan er zelf niet in, maar ja. Het gaat echt helemaal... Oh my god! Die vent die is echt gek, jongen. Maar heeft hij... Loot hij ook wel? Want ik zie dat er ook heel veel beschadigde items tussen zitten. Ja, hij loot ook wel. Hij is de generaal van Team United. Dus... Oh maat, ik wil zijn Red Alien en Enchanted China wil ik hebben. Ik zoek het perfecte rode setje voor mijn wapen, zeg maar. Ja, dit ziet er echt super vet uit. En ik ga je ook heel veel... ik condoleer jou alvast eventjes met
alle mensen die nu zeggen, ik wil wel komen helpen. Hopelijk zit er uiteraard wat bij, want ja, United moet natuurlijk ooit de grootste worden, toch? Nou, ik ga niet veel zeggen, maar ooit. Ja. We zijn het nu al een beetje aan het worden, want als je kijkt... Eigen planeet misschien gewoon. Ah ja, dat zou heel mooi zijn, maar ja, als ik een beetje aan de prijzen ga denken, hoeveel een Texas zal kost. Ja, het wordt lastig, maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat niet dat een game met 2 weken uitverkocht is, want ja, dan is het voor nieuwe spelers natuurlijk niet zo heel erg leuk meer. Nee, klopt. Hey Renzo, ik wil jou heel erg bedanken uiteraard. Ik hoop dat je gisteren een leuke run gehad hebt met de crates natuurlijk. Prachtig mooi full Roman setje wat je daar hebt. Ik wil de kijkers thuis ook even bedanken. Vergeet niet even een like achter te laten. En ja, je kan dus via hun Discord, United, even op Twitter opzoeken bijvoorbeeld. Op Teamspeak vind je ze waarschijnlijk wel. Kun je even contact met ze opnemen door te zeggen, hey, heb je nog een plekje? Ik zit al 3 weken lang in Australië en ik heb geen zin om in mijn eentje een Starters Island te starten. Ik wil bij een team horen. Vergeet ook niet even te abonneren op David 2 voor meer Minecraft en ja, Bytopia, Planetcraft, dat soort dingetjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Doeg!